Dit is de winegum die echt naar wijn moet smaken. Ja, dit zijn 18 plus snoepjes. Ja, eigenlijk wel, maar het bevat geen alcohol. Dus kinderen zouden het ook mogen eten. Ja, geen alcohol, maar je moet wel de beleving krijgen alsof je wijn aan het drinken bent. Waarom zou je dat doen? Nou, bijvoorbeeld als je nog moet rijden en je geen glas wijn kunt drinken, dan eet je zo'n snoepje en dan krijg je toch die totale beleving. Ja, als verslaggever ontkom je er niet aan om dit ook te testen natuurlijk. Dus ik begin vandaag met de rode wijn. Dan gaan we eens even kijken. Ja, wat zal ik zeggen? Het lijkt toch wel een beetje op een gewone winegum, vind ik zelf. Sorry. Ja. Maar de studenten laten mij niet zomaar gaan. Ze hebben een nog betere versie die ik ook moet testen. Ja, ik moet zeggen, nee, serieus. Dit smaakt meer naar wijn dan wat ik net proefde, moet ik eerlijk zeggen. Nou, fijn om te horen. De studenten doen er alles aan om hun product aan de man te brengen. Er staat veel op het spel. We hebben 2 jaar geleden een voorbeeld gehad van een student die stond hier met verse bonen, dus in een stazak verpakt. En die ligt nu bij de Albert Heijn in de winkel. Misschien dat deze dipsaus een kans maakt. Hij moet ervoor zorgen dat kinderen de korstjes van het brood opeten. Een product van een Udense. Uit onderzoek blijkt dat het toch nog veel moeite is met het eten van korstjes. Ze zijn saai, wat taai en hard en smaakloos. En door middel van deze zachte dips geef ik ze een smaakje en is het ook nog leuk om te dippen. Ja, duidelijk framboos. Het is alsof je een toetje aan het eten bent zo. Wel aardig. Ja. En jawel, er is al belangstelling van een groenteteler. Ik vind het heerlijk, maar niet alleen voor kinderen. Hè. Ik zie er wel kansen voor. Wie weet zien we dit over 2 jaar ook in de winkel liggen.